Tjech, mijn naam is Milan Knol en dit is Statements. Hallo. Hallo lieve internetmensen. Welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Statements. Ja toch, fijn dat u er is. Willy Wartaal. Joehoe! René van Meurs. Thank you. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste is natuurlijk Milan Knol. Yay. Bent u bekend met het concept, meneer? Uiteraard. Okay. Ik wil gewoon meteen beginnen met Statements. Let's go. Enzo moet eens kappen met zijn reet laten zien op Instagram. Ja, mijn broertje wil het veel, hè? Heel veel. Hij heeft een jong publiek, man. Ze moeten toch wat tijd leren. Dit is waar die in moet. Ja, dit is hoe het hoort. Nee, kappen. Ja, voor de eerste keer toen ik het zag, hij had niks verteld tegen mij. En toen zag ik dat, toen dacht ik wel even van, ja, come on, bro. Maar wel een goede ass, man. Ik zie het waar het vandaan komt. Ik weet niet. Kappen, nee. Nee, hij moet gewoon lekker zijn ding laten doen. Zolang hij zich maar niet omdraait. Maar doen jullie vaak met elkaar overleggen van dit moet je wel posten, dit moet je niet posten? Ja, dit, absoluut niet. Totaal niet. Nee, sterker nog, laatst had hij een foto dat hij iets met zijn nek had. Dat hij in het ziekenhuis lag. En, was dat echt? Dat was echt, ja. Okay. Maar hij had het op Instagram geplaatst. En 3 uur later, ik had niks in de gaten. En toen kreeg ik een appje van een mattie van mij. Gaat het wel goed met je broertje? Ik zo, wat is er aan de hand dan? Toen zei hij, check zijn Insta. Dus moest ik op Instagram erachter komen dat hij bijna zijn nek had gebroken. Ja. Wij bespreken dat niet. Wij chillen ook gewoon. Maar ik merk aan dit verhaal dat jullie elkaar sowieso niet heel veel spreken. Nee, we wonen 10 minuten van elkaar vandaan. Maar ik spreek hem 2 keer in de week, denk ik. Maar weet je, als je hetzelfde werk uitoefent en je gaat de hele tijd praten over wat je hebt gedaan. Het komt allemaal in de vlog. Ja, dus waarom zou je dat bespreken? Rapper Sjors verdient een standbeeld. Ja, ik weet niet, man. Ik vind echt alle aandacht die we die gast geven is al te veel. Hoezo? Wat is er mis met rapper Sjors? Ja, soms moet je mensen gewoon een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen, toch? Dat je voelt, deze guy, obviously, zit daar iets niet helemaal onder. Je hebt hem wel in de gaten gehouden. Dus je hebt nee, van... zeker heb ik hem gevolgd. Ik bedoel, als een grote gast ineens snickers pijpt en met een tranny in bed eindigt, ja, ik ga wel even kijken. Doe hem even na dan. Heb jij een goede rapper Sjors imitatie? Yeah, let's go! Ik heb net een beetje pindakaas gegeten. Zo, dat die zet is gewoon goed, een grote snacker in mijn anus. Geef me een snacker. Geef die man een snacker. Geef mij een standbeeld. Hij was wel, dat is wel waar. Hij deed het wel nice, dat in die hele ik doe niet meer mee free the people. Hij was wel zo de enige die zei, hallo corona, hallo mensen. Dat was zo goed. 1,5 meter. Dat was echt goed hoor. Jij hebt iets met rapper Sjors, hè? Ja man, oké. Geef hem een standbeeld. Fuck it, ik heb te veel lol beleefd aan rapper Sjors. Dat is wel waar. Ik kom altijd op voor mijn vrienden. Ja, natuurlijk kom je altijd op voor je vrienden, dat zijn je vrienden niet. Altijd? No matter what? Ja. Maar je zegt het ook gewoon eerlijk als er iets fucked up gaande is, zeg maar. Kijk, als een van mijn beste vrienden een vriendin heeft en hij gaat vreemd en hij vertelt tegen mij, maar zegt, ja, moet je niet tegen mijn chick zeggen. Dan ben ik degene die dan zegt van, ja, fuck jou, ik kan wel voor je opkomen, maar ik ga niet haar aankijken en zeggen van dat jij niks hebt gedaan, want dat is fucked up. En dus je moet het nu zeggen of ik zeg het tegen haar. Ja. Dan kom ik wel op, maar niet op in hoe hij het wil. Snap ik wat ik bedoel? Of? Nee, maar... Nou, top. Je zou dus gewoon snitchen. Nou ja, snitchen. Eerlijkheid. Want Kai van der Rey is een vriend van jou. Die was opeens in het nieuws met een gek schandaal. Ja. Heb je toen iets... Heb je hem daarop aangesproken of zo? Of heb je... Nou ja, zeker. Ik heb verhaal gehaald. Ja? Want de media zegt 1, maar hij is een jeugdvriend van mij. Dus ja. Dan wil ik ook weten hoe hij dat ziet. Wauw, hoe ging dat dan? Nou, gewoon, ik bel hem op en dan vraag ik, what's up? Like, what the fuck is gaande? En toen heeft hij mij gewoon verteld vanuit zijn perspectief hoe het is gegaan. En dat hij zeker wel foute dingen heeft gedaan, maar dat 80-90% van wat de media zegt gewoon niet waar is. Wat bijvoorbeeld dan? Wat was echt niet waar? Ja, dat is niet aan mij om te vertellen. Ja, je vertelt net dat je vrienden ja, was. Maar, ja, weet ik. Maar kijk, ik heb hem nu echt al een half jaar niet meer gesproken. Oké. Okay. Daardoor ook? Heb je daardoor nee, niet daardoor. Van... Okay. Gewoon omdat die vriendschap van ons is. De ene keer is het een jaar lang iedere dag en dan is het ineens weer 2 jaar niet. En dan zie je elkaar wel weer. Plus als je hetzelfde doet in de media is het makkelijker om zeg maar om te gaan met elkaar. En nu is hij er helemaal weg, dus dan is het lastiger zeg maar. Ja. Want waren jullie super close in die periode waarin dat allemaal speelde? Nee, nou toen was hij net een half jaar weer bij zijn moeder dat hij woonde. Want hij heeft een jaar bij mij gewoond.
Maar toen alles wat in het nieuws kwam, dat was allemaal toen hij 23, 22 was. Toen had ik, hij is nu 29, dus hij had toen helemaal niks te maken met... Kende jij hem toen ook al? Ja, ik ken hem vanaf de middelbare school. Ja. Maar ja, wat ik zeg, dus op en af. Dus ik heb hem, het kan zijn dat ik in die periode hem 2 jaar niet heb gezien en gesproken. En dat het toen weer een klik was en dat we elkaar weer spraken. Dus het verschilde elke keer. Dus ik weet niet wat ik nog meer erover kan vertellen. Behalve dan van, joh, bel hem zelf even op, vraag hem. Weet je. Pak je telefoon. Dus in dat geval kwam ik op voor Kai. Als iemand zei van, hey, jij hebt dit en dit en dit gedaan en dit is jouw vriend en zus en zo. Dan kwam ik wel op voor hem van, nou, weet je, 90% van wat de media zegt is niet waar. Dus wat jij nu zegt is niet helemaal waar. In die zin kwam ik op voor hem, ja. Ja. En jouw vrienden, hebben die iets aan jou? Nee, zeker. Nee, natuurlijk. Heb je wel eens zo'n soort situatie meegemaakt? Nee, dat je weet van, je zit fout, maar... Nee, en ik hoor jou dit nu ook allemaal vertellen en dan denk ik hoop dat als ik ooit in die situatie zit, dat ik er zo naar handel. Dat je wel gewoon voelt van, oké, wat er ook gebeurt, dit is een maat, dus ik moet eerst bij hem checken hoe het allemaal zit voordat ik naar buiten toe iets anders ga zeggen. Maar ik ben ook de eerste die just for fun een vriend onder de trein duwt. Ja. Ja, toch? Ik hou van jou, man. Ja, maar soms is dat toch ook gewoon fucking grappig. Dat je gewoon voelt, ik kan hem gewoon naaien nu. En toch? Ja. Dat is volgens mij ook wel een vriendschap maakt, toch? Als je echt toe doet, tuurlijk, dan heb ik je rug. Maar ja, als ik voel, dit wordt zo'n klein dingetje. Oh. Nieuw statement? Nieuw statement. Ik heb een keer een bot gebroken. Ja, maar niet van mezelf. Wow. Kan ik dit nog schuiven? Dit is... Ja, man. Ja, ik heb mijn broertje een keer gebroken neus geslagen. Express? Ja. Nou ja, niet dat we zeiden, hey, weet je wat vet zou zijn? Ja. Waarom? Nee, we waren klein en we waren stratenmakertje aan het spelen. En dan hadden we zo tegels uit de tuin zo losgehaald. En dan gingen we die weer terugleggen met een hamer. En hij kwam gewoon te dichtbij. Ik zei, nee man, dit is mijn steen. En dan zei ik, tak. En toen was dat stuk. En toen jeugdzorg? Of? Nee, ja, elkaar sindsdien niet meer gesproken. Maar heb jij ook een keer gebroken neus gehad? Nee, ik heb jouw zelf... neus. Ja, dat klopt. Nee, ja. Nee, dat zie je wel goed. Mijn neus, ik heb een scheef neus tussen. Ja, maar dat is gewoon normaal. Dat is gewoon mijn gezicht, maar ah, cool. Bedankt voor deze pointer. Dus. Nee, ik heb een keer mijn pink gebroken. Sorry, je pink. Mijn pink? Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ja, nee, mijn pink heb ik een keer gebroken, man. Die stond letterlijk zo. Die stond echt scheef. En ik weet nog heel goed wanneer dat was. Dat was met honkbal. Toen iemand sloeg zo die bal. En je hebt natuurlijk zo'n grote handschoen. Maar die had ik in mijn linkerhand. En daar moest je mee vangen, want je gooit dan met rechts, zeg maar. En ik dacht van, ik vang hem even snel. Dus ik ving hem met mijn rechter waar mijn handschoen niet aan zat. En toen was het de bal op de pink. En ik weet nog heel goed, mijn mentor die zei toen van, ah joh, geen probleem. Dus die pakt mijn hand vast en die doet hem tussen de benen. En die zit toch te rukken aan mijn vingers, toch? En ik dacht, wat doet hij? En ik was 14, 15 of zo. Dus ik zat, dat werkt niet. En toen uiteindelijk, zei hij van, nou, weet je wat, Milan? Nou, iets van 10 minuten proberen. Trekken aan die vinger. Hij zei, te kom, zei hij. Zei hij van, zullen we toch maar naar het ziekenhuis? Ik zei, ja, laten we dat maar doen. Ja, nee, sindsdien kan ik dit. Dat is wel sick. Ja, sindsdien kan ik dit. Hoeveel chicks heb je daar al een plezier mee gedaan? Ja, geen. Iedereen loopt weg als ik dit doe. Dan zeg ik, hey, ik ben Milan en dan doe ik dit. En dan... Oh, yo, hij flikt ook echt. Oh, mijn elleboog heb ik ook gebroken. Hè, hoe dan? Ja, vechtpartij. Ik was vroeger een beetje een vechtersbaasje met uitgaan. Toen ik nog dronk. En toen sloeg ik iemand van de fiets afslaan. En toen sloeg ik mis. En toen viel ik op mijn elleboog. En toen dacht ik, kom wel goed, weet je. Je hebt kater, je hebt dronken. En toen was ik thuis, gewoon geslapen. En ik sliep al zo. En de volgende dag werd ik wakker. En toen stond ik op. En toen naar de badkamer gerend, want ik dacht, ik moet kotsen. En toen viel ik flauw. En toen viel ik zo met mijn head first op de badkamervloer. En toen was het van, volgens mij is er iets meer aan de hand dan alleen... zeg maar, ja, een breuk, maar heb ik ook een breuk nu hier. Ik ken mijn slechtste eigenschap. Nou, wat sowieso heel veel mensen niet van mij weten, is dat ik heel graag over mezelf praat.
En ik vind mezelf heel leuk. Ik denk dat dat wel een slechte eigenschap is. Dit is super nep dit. Je weet toch wel waar mensen jou om haten, toch? Ik weet niet waar andere mensen mij om haten. Ik weet wel waarom ik mezelf haat. Ik ben lui. Ik vind mezelf ook iets te dom eigenlijk. Ja? Ik praat sneller. Ik zou eerst even moeten nadenken voordat ik iets zeg. Ik doe nooit ergens moeite voor. Hoe ben je zo ver gekomen? Hoe zit jij hier? Ik snap het ook niet. Twee kruiwagens, Fabriello en Fiesofer. Twee blanke mannen, yes. Ja, nee, misschien dat het voor jullie voelt dat ik ver ben gekomen. Voor mij staat alles de hele tijd in brand. Ja, nee. Ja. Okay, wat is jouw slechte eigenschap? Ja, ik heb gewoon letterlijk in mijn Tinder bio staan. Ik drink niet, want ik ben al kut van mezelf. En dat is ook hoe ik eigenlijk al ben. Ik ben helemaal niet heel aardig. Ik ben heel direct, ik ben heel eerlijk en ik ben een tikkeltje narcistisch. Maar dat is elke YouTuber is een beetje narcistisch. Want je kijkt naar jezelf, je moet zelf bepalen wat wel leuk is en wat niet leuk is. En bij dit soort dingen, er wordt bepaald wat leuk is. Ik vind het sowieso heel grappig altijd als mensen dan bekende mensen zeggen, nou, ik hou niet echt van aandacht. Ja, dat is ook onzin. Totale onzin. Ja. Ik zit hier ook voor de cloud. Zo. Ik had een stalker. Ja, niet had. Een soort heb-achtig-ish. Nou, het is ook niet echt per se een stalker of zo, maar wel iemand die net iets te obsessed is met René van Meurs. Gewoon veel cadeaus na een show. Echt zo'n doos met dingen, honderden handgeschreven kaartjes en allemaal. Maar echt insane dingen. Ze gaat het zien, hè? Ja, dat is oké. Okay, want ik heb tegen haar gezegd, dit moet je niet meer doen. Want het is niet oké. Okay. En jij? Ja, man. Ja? Ja? Wel. Ja. Maar het is lachen. Ik vind het echt lachen. Ik heb kaartjes in de bus gehad met vrouwen die dan 30 zijn en zeggen, ik liep een vlog zien bij mijn ouders en die zeiden, jij bent de type voor mij en je moet mij op date. En dat ik denk, waarom stuur je mij een brief, weet je wel? En ik had je al gedm'd, maar dat lees je vast niet. En dan gewoon hele kaartjes. Ja, ik weet niet, ik vind dat lachen. En dan wil ik juist met diegene afspreken dat ik denk, oh, ik ben wel benieuwd, we lachen. En dan ga je dat doen? Nee, in dit geval ging ik dat niet doen, want hier daar zat ik een beetje van, ze gaf haar Instagram, toen keek ik en dacht ik, Heb je wel eens afgesproken met iemand die zo super weird je inbox in kwam sliden? Ja, 100%, dat is lachen. Dat is echt geniaal. Dat zijn de leukste, want dan heb je verhalen. En ik probeer zeg maar met elke date, of bijna elke date, een verhaal eruit te halen. Dus dan geef je gewoon bijnaam. Kan ik nu hier helaas niet zeggen, want misschien kijken ze. Het was hem. Opeens is het voorbij, zo gaat het in live. Dus, dank je wel voor het kijken. Maar wie moeten we nog meer bedanken dan zelfs jij? Milan Knol. Yes! Dankjewel. Volgende week moet je weer kijken, want dan zie je het in. Toen ik zag dat zij in één keer zei van ik ga naar Jinek, toen heb ik wel even de moeite genomen om te zeggen van beter ga je niet. Dit is denk ik echt niet de talkshow waar je gaat shinen. Ja. Als je er zelf gezeten had, was je er beter uitgekomen denk je? Dan Femke.